We zijn hier bij mij thuis. Dit is mijn werkkamer. Normaliter werk ik hier. Het zij aan de piano om dingen uit te proberen. Het zij aan het bureau om verder iets uit te werken. In het hele proces van eerste schetsen naar het laatste stadium toe, hè, de voltooiing van een partituur, moet je helder blijven denken. Het kost tijd om tot een idee te komen. Dat je denkt van nou, dit ga ik maken en dat je je daar ook aan vasthoudt. Het gaat over één ding, het moet één afgerond. Ik ben wel iemand die liefst een samenhangend stuk maakt. Ik hou ervan als dingen gewoon moeilijk zijn, maar niet onspeelbaar. Ik hou er niet van als er dingen staan die gewoon echt niet te spelen zijn. Maar ik zoek soms wel de grens op van nou, dit is lastig, maar toch goed te doen. Op het moment dat het begint, dan ja, eigenlijk is iedereen gewoon aan mijn gedachtegang dan overgeleverd. Hè? Daar moet je verantwoordelijk mee omgaan. Ja, er is al zoveel gedaan en zoveel gebeurd, dat je nooit helemaal zeker weet of het goede is. Het duurt steeds langer voordat we erachter komen wat de eigenlijke ontwikkelingen zijn. Omdat er zoveel materiaal is. Ja. En ook omdat er zoveel is wat helemaal niks meer met klassiek componeren, in de zin van een componist die een partituur schrijft, te maken heeft. Hè? De meeste componisten vandaag de dag zijn mensen met een gitaar die een liedje schrijven. En dat is natuurlijk volstrekt legitiem dat ook verandert. Ja. Ik bedoel, daar is niks of mensen die elektronische muziek maken. Dat hele idee van iemand die muziek schrijft, dat zal misschien op den duur ook wel verdwijnen of een kleine minderheid zijn van de componist. Ik gebruik een aantekeningenboekje voor op reis. Dat kan zijn dat ik eerst een abstract idee heb over een muzikale vorm. Een soort verloop en ook een soort gevoel van hoe voelt het, zeg maar, wat je noemt textuur. En dat ik dan geleidelijk aan tot een soort idee over de muzikale vorm kom. Je hebt natuurlijk in de instrumenten van het orkest heb je een aantal die een soort indirect geluid geven. Strijkers bijvoorbeeld, dat is toch vaak relatief indirect. Maar je hebt ook slagwerk. Dat is net het verschil tussen, weet ik veel, katoen en steen. Zo werkt dat eigenlijk. Het is bijna een fysiek soort ervaring. Je hebt verschillende soorten gewaarwordingen. En die wil je ook naast elkaar en tegelijkertijd, want dat kan ook. En daar bouw je dan een beeld mee op. Ik zie mezelf toch wel voornamelijk als muzikus. Gewoon heel erg vergroeid met zeg maar de kunstvorm waarin ik bezig ben. In andere kunstvormen zou ik echt helemaal tot niks komen, denk ik.